Zo, dat is lang geleden, joh. Dus ik heb jullie de mogelijkheid gegeven om mij te roosten. Vandaag ga ik daar naar kijken. Het materiaal ook haar is. Wacht even. Ik word dus helemaal geroost. Jongens zoals ik, die al jaren op YouTube rondlopen, die ook al jaren roasts hebben gemaakt, mogen ook wel eens een keer aangepakt worden. Dus ik heb jullie de mogelijkheid gegeven om mij te roosten. Vandaag ga ik daarnaar kijken en erop reageren. Want ja, is toch lachen. Als ik ook maar één comment zie die zegt, breng Guy weer terug. Ik zweer het, ik stomp je. Ik bedoel, die jongen die heeft ook gewoon een leven, ja? En ik moet oppassen dat als hij straks 10 is, dat hij dan niet terugkijkt en denkt, heb je dan spijt of vind je het hard of ben je de kluts kwijt? Gaat het goed met werk, gaat het goed met school, gaat het goed met druk zijn? Gaat het goed met alles wat je doet en dat is zo? Ben je blut, rijk, rijk, heb je nog wat tijd? Nice bro. Zo, ik ga echt mijn kat vermoorden. Ik zweer het je. Hey, normaal. Lang verhaal kort. 9 van de 10 keer is dit echt rampzalig. Want jullie denken altijd, oh, dat roosten. Dat is niet zo moeilijk. En dan maak je iemand gewoon helemaal kapot. Nou, nee hoor. Het kan nog vrij moeilijk zijn. Ik ben benieuwd of iemand het bij het juiste eind gaat hebben. Hey, what's good, papies? Gisteren heeft Calvin een story geplaatst op zijn Instagram waarin hij zei dat wij moesten gaan roosten. Ik weet niet in wat voor feminine room jij bent. Dat ding op het nachtkastje. Ik denk dat deze kamer van je moeder is. En als de buurman elke week langskomt, nou, dan weet ik wel waarom. Are you too? Ik heb hier al een heel document voor me, zodat ik hem lekker kapot kan maken. Zet hem op, bro! De man heeft gewoon een document. Netjes. In 2010 begon Calvin met zijn eigen YouTube-kanaal, de Calvlog. Hierop plaatste hij video's waaronder dit. Get out your seat. En als ik naar dit kijk, Calvin, snap ik eigenlijk niet jij in godsnaam een van de grootste YouTubers van Nederland bent geworden. Ik snap het ook niet. Stel, ik was nu zeg maar 13 en ik zou dat uploaden. Kwam ik gewoon op TikTok als een soort van meme. Net als, hoe heet hij ook alweer? Do Dang? Dang Do, the fucking legend. Leuk. I love Dang Do. Alright. Bij 30.000 likes maak ik een filmpje met Dang Do. Ik heb geen tijd. Oké, op die andere YouTubers na, dan zit Calvin toch wel hoog in de lijst. Hij zit namelijk op nummer 10. En laat 10 nou net het getal zijn dat een best grote rol speelt op zijn YouTube kanaal. Laten we bijvoorbeeld even kijken naar het 10e filmpje op Calvin's kanaal. Dan zien we dat het geen eens bestaat. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat Calvin niet zo goed is in tellen. Aangezien hij zijn studie ook niet heeft afgemaakt. Check your facts, bro. Ik ben nooit begonnen met studeren. En sowieso is Calvin een beetje een klein kindje. Hij gaat namelijk best veel om met 5-jarige kinderen. Waaronder Guy. Guy zit namelijk bijna aan elke video van Calvin. Het is gewoon niet waar. Als je een roast maakt, dan moeten de feiten wel een beetje kloppen. Het lijkt er zelfs een beetje op alsof Calvin de oppas is geworden van Guy. Dat lijkt niet zo, dat is gewoon zo. Ik ben letterlijk de babysitter. Yo, Calvin, ja, Guy wil weer een beetje aan chillen. Dus misschien moet je weer een keer een filmpje met hem maken. Toen ik deze foto zag, vroeg ik me eigenlijk af waarom je in een bos stond en een vogelnest op je hoofd had gezet. Vind ik leuk. Ik ga niet plat, maar ik vind het wel geinig. Nu snap ik wel waarom je de hele tijd ondergescheten wordt door vogels. Ik ben letterlijk ondergescheten. Kijk, hoe heet je? Speculator. Hé, luister vriend. Kies een andere naam, of niet. Nee, je houdt gewoon lekker zo, kan je uitschelen. De joke van het vogelnest en de vogelkak is gruwelijk. Alleen, je had hem net even anders moeten verwoorden. Maak vooral nog meer video's waar je dingen doet die eigenlijk helemaal nergens op slaan. Ja, zijn we klaar? Oké, top. Ja, doei. Alright, toch wel easy, gewoon mijn eigen kanaal eventjes erin gezet. Keurig. Al met al, ik vind je een leuke knul. Alleen, waar was het vuur? Roasts zijn gemaakt. Nou ja, om mensen even gewoon bij hun nekvel te grijpen. Ik had ook niet te veel van jullie verwacht, hè. Laat ik even eerlijk zijn. Maar, daar gaat Sam verandering in brengen. Sam, de roast of Calvin, let's go. Er bestaat natuurlijk een supergoede YouTuber die al dit succes in één klap zelf heeft gedaan. Ik denk dat je nu een naam gaat zeggen, wat dan zeg maar niet mijn naam is, toch? Enzo Knol. Let maar op. Dan kun je natuurlijk maar over één persoon hebben, namelijk mij, namelijk mij, namelijk. Hij heeft letterlijk allemaal mensen gebruikt om op de top te komen. Ik bedoel, al die video's zie je echt eigenlijk allemaal mensen op de achtergrond. Ik bedoel, die mensen gebruiken dus gewoon om views te pakken. Ik moet gewoon kunnen viben en interacten met andere people, weet je? Oh, dat klonk echt heel kut. Maar je snapt wat ik bedoel. Calvin startte ooit een kanaal, namelijk Kaasworst. Laten we even naar één van jouw video's kijken. Oké, ik heb nog niet eens 20 seconden gekeken en ik vind het nu al saai. Ja, 20 seconden nodig om het saai te vinden. What the fuck?
Peter was echt een super, super, super goede vriend van Kelvin. Dus dan zou je zeggen, al maak je dan een keer een leuke serie, wat gaat over vrienden. Monimotties bijvoorbeeld. Dus ik dacht gelijk, hé, wat leuk, dan kunnen ze Peter eindelijk een keer weer een keer een video doen. Oh ja, Peter is te druk met zijn film. Kelvin, lekker bezig, je hebt kaart een vriend laten vallen. Peter had geen tijd! Een van de roasts die je gedaan hebt is naar Gio. En in die video zei je dat hij totaal geen respect heeft naar zijn ouder. Hij heeft letterlijk een auto voor zijn vader en een auto voor zijn moeder gekocht. En komt daar volgens mij echt super vaak langs. Ja, het is wel waar. Ik zie mijn ouders ook echt één keer per maand. Veel te weinig. Mam, als je dit ziet, het spijt me zo. Als je moeder er zo uitziet als Gio's moeder, dan zou ik er ook een auto kopen. Ik bedoel, milfies verdienen het om in mooie auto's te rijden. Hi! Oké, dit was de roast. Ik hoop dat jullie het super leuk vonden om naar te kijken. Ik hoop ook dat Calvin dit ziet en denkt, oké, ja, ik moet misschien iets meer mond houden af en toe. Deze persoon doet het misschien iets te overdreven. Ik vond het op zich prima, maar ook weer een soort van... Niet! Ik vond hem beter dan de vorige, laat ik het zo zeggen. Calvin. De StukTV-fan. Dat is een lekkere binnenkomer. YouTuber die alle YouTubers roost, maar zelf nooit geroost wordt. Daarom ga ik jou vandaag helemaal kapot roosten. Oké, let's do it. Ik heb hoge verwachtingen. Eerst even over je haar. Enige overeenkomst met het haar van een normaal mens is dat het materiaal ook haar is. Wat een... Wacht even. Het materiaal ook haar is. Ik vind het wel grappig. Het materiaal ook. Misschien wel zo slecht dat het goed is. Als je met jachtseizoen binnen de 2 uur gepakt wordt, omdat je denkt dat Team Stuk iets niet weet en gaat lekker op ze wachten. Nou ja, dan word je binnen de 2 uur gepakt. Ja, dit is, je bent natuurlijk de StukTV-fan. Het is logisch dat je dit zegt. Ik heb jachtseizoen opgefokt, ik weet het. Ook heeft hij een vriendin, Nina Waring. Een van de knapste vrouwen van Nederland. Dat is sowieso een compliment. Dit klinkt misschien meer als een compliment, maar dat is voor Nina, niet voor jou. Je hebt wel door hoe mijn hoofd werkt. Oftewel, je bent niks. Wow, ik zweer het. Gewoon geen glimlach, geen fatsoes. Je zegt gewoon... Calvin. Die voel ik letterlijk in het hartje. Je hebt ook gewoon niet gestudeerd. Gewoon iets van, ik ben Calvin, ik kom van een boerderij, stink naar stront en ga niet studeren om eigenwijs te zijn. Wat? Ik vind het top. Ja, het is zo plat dat het grappig is. Zo moeilijk hoeft de roos niet te zijn. Als je gewoon zegt dat ik naar stront stink, is het grappig. Neem een beetje goedkope content op en scoren met je kijkcijfers. Doe gewoon gek. Je bent er normaal genoeg. Ja, kijk, de uitsmijter had wat krachtiger gekund, maar ik heb al een paar keer gelacht. Nou, daar gaan we. Een nieuwe. Deze man zit erbij alsof hij het nieuws gaat voorlezen. Ik hou er nu al van. Haartjes strak in de gelpot. Billy in zijn hals. We zien het wel. Calvin, een van de meest beroemde YouTubers uit Nederland. Dat is best wel knap als je beseft dat hij ooit zo is begonnen. Ik wil graag mijn scheet uit mijn kont laten drukken. Maar dat maakt het nou eens extra mooi dat het gelukt is. Zelfs als je gewoon absolute troep maakt, dat je er dan alsnog een soort van kan komen. Calvin werd pas echt YouTube-famous, mede dankzij zijn serie kutreclames. Daarnaast heeft hij ook een serie kut YouTube-video's. Zo heet het niet, maar dat zijn gewoon al zijn andere video's. Ik zag deze ook niet aankomen. Nou ja, we moeten ook niet te veel focussen op het verleden, want vroeger was iedereen een mogol. Hallo. Snap je? Je moet niet die hele roos laten hangen op filmpjes van vroeger. Dat kan iedereen. Maar het probleem met Calvin is dat hij dat nu nog steeds is. Nice. Bedankt voor het kijken, Calvin. Hopelijk vond je dat. En als je wil, dan mag je mij nu ook terug gaan roosten. I respect you. Ja, ik ken je niet goed genoeg om je te kunnen terugroosten. Ik heb ook nog nooit iemand geroost die gewoon strak stond van de pillen. Want aan die pupillen van jou te zien was je er niet helemaal bij. Maar ik hoop wel dat je een goede dag had toen je het opnam. Dat je zo tussendoor zo lijkt. Nou, hoe gaan we even? Gozer, heel eerlijk, ik vond het eigenlijk wel leuk. Dan zijn er nog een paar geniale kids die mij hebben geroost. Verticaal. Dus dat wordt helemaal top om naar te kijken. Daar gaan we. Hey, Calvin met je mama. It's a roast of toast, bro. Wat? A roast of toast, bro? Wow, man. Ik weet niet wat je precies probeert te zeggen, maar je zegt het wel echt vol overtuiging. Dag vriendjes en vriendinnetjes, we komen er weer aan. Ik had hogere verwachtingen van deze man. Bro, als je Bas en Adriaan wil zingen, go for it. Ik snap niet precies wat nou de roast zeg maar was. Ik kijk nog liever dan een 10 uur durende festival realistic die een of ander hardstyle liedje aan het zingen is, dan dat deze misvormde gast moet kijken.
lekker, vriendje? Zo. Het lijkt gewoon alsof hij echt, echt bad gaat gewoon. Ja, jongens. Ik denk dat ik in het vervolg maar gewoon weer ga reageren op Temptation Island ofzo. Want dit is niet voor herhaling vatbaar. Oh mijn god, ik heb bijkomen.